Ik ben Martine Brouwer. Ik ben allereerst moeder van twee mannen, inmiddels 19. Zij wonen al geruime tijd gedeeltelijk in de week bij mij en een gedeelte van de week wonen ze bij mijn tante. Wij maken dus als gezin gebruik van netwerkpleegzorg. Doordat ik daar in beland ben, laat ik het even zo noemen, ben ik ook als vrijwilliger in de jeugdhulpverlening aan het werk gegaan. Dat vond ik altijd, of vind ik nog steeds, een hele grote uitdaging. Er gaat namelijk heel veel goed, maar er mag ook nog steeds een heleboel veranderen. In positieve zin, we horen nog steeds te veel negatieve verhalen, jammer genoeg. Terwijl het ook heel goed kan zijn. Vanuit die vrijwillige hulpverlening heb ik mogen beginnen als ambassadeur. Om het cliëntperspectief te vergroten. Dat doe ik met heel veel liefde. Vind ik vreselijk leuk om te doen. Maar wat ik daar wel in merk, is dat het heel lastig is om met elkaar aan tafel te zitten. Als je het zitten wil natuurlijk prima, dat is het probleem niet. Maar vooral als gelijkwaardige partner en volwaardige partner aan tafel te zitten. Daar zou ik heel graag een verschil in willen maken. Ik ben ervan overtuigd, als we met elkaar samenwerken, op de goede manier als gelijkwaardige partners en wij gebruiken onze eigen kennis die wij kennen, dan kan de jeugdhulpverlening alleen maar mooier en beter worden. Heel simpel, jullie hebben het op school geleerd, wij hebben het in de werkelijkheid geleerd. Dat is allebei even belangrijk, maar het moet elkaar aanvullen. En dat kan alleen maar door samen te werken.